In de 25 jaar dat Belen nu bestaat, kende het bedrijf een gestage groei. In opdrachten, vestigingen, maar ook zeker in materieel en mensen. Zonder auto's is ondenkbaar. Kijk, je hebt allerlei type vrachtauto's. Je hebt de portaalauto's, je hebt vuilnisauto's, je hebt haakarmen, je hebt keepers, je hebt walking floors, je hebt diepladers, je hebt allerlei transporten. En doordat je dus al die facetten in je bedrijf krijgt, kun je ook chauffeurs door laten groeien, kun je ze opleiden, kunnen ze, als ze ouder worden, makkelijker werk doen, kunnen ze op een uitzetauto, dus dat hij tot aan zijn pensioen bij ons kan werken. Wim Belen hecht groot belang aan de mensen die dagelijks voor het bedrijf aan het werk zijn. Mensen is het allerbelangrijkste. In ons bedrijf is er maar één ding, dat is goede mensen. Spullen kun je kopen, werk kun je aannemen, alles kun je doen. Het enige, dat kun je alleen maar doen als je goede mannen en vrouwen in je bedrijf hebt die zich daar hard voor willen maken. Een belangrijk deel van die medewerkers is dagelijks met de voertuigen onderweg en daarmee het visitekaartje van het bedrijf. Onze chauffeurs, dat is eigenlijk ons belangrijkste middel wat we hebben. Het is het eerste contact van de klant. Die heeft een veel belangrijkere taak gekregen bij ons. En die zal alleen maar belangrijker blijven. Want die chauffeur die gaat straks controleren als het klopt wat die klant eigenlijk opgegeven heeft. Daar zitten geen mensen meer tussen. Dus die chauffeur die heeft bij ons een veel mooiere baan. Dat hij namelijk meer moet doen dan alleen rijden. En dat is niet een fysiek bedoel ik meer. Maar die wordt gewoon breder gezet. Die is gewoon belangrijk. Want als die zijn werk heel goed doet, is dat namelijk heel goed voor ons. En ook heel goed voor het bedrijf. Dus uiteindelijk ook heel goed voor hun. En voor de chauffeur zelf. En dan kunnen wij weer hele mooie spullen voor ze kopen. En zo kun je met elkaar naar een heel mooie nieuwe tijd gaan. Bij diverse bedrijven worden steeds weer nieuwe voertuigen gebouwd om daarmee de dienstverlening nog weer verder te optimaliseren. Zo bouwen Volvo-dealer Harbers en Van Winkoop Ermelo aan deze bijzondere vijfassige FH zwaartransporttrekker voor de toekomstige transporten van kranen en ander equipment. Hier ontwikkelt men ook de totale signalering voor de verschillende trucks. Ook de door Bas Trucks geleverde Volvo FMX haakarm en de 6x2 trekker voor de nieuwe kiptrailers worden spuitklaar gemaakt en later in de bekende groen-witte kleur gezet. Notenboom legt de laatste hand aan de 3x5 dieplader, waarmee straks de zwaarste materieelstukken van en naar de locaties gereden worden. Als trekker fungeert daarbij deze 750 pk sterke krachtpatser, die inmiddels ook al in de bedrijfskleuren staat. Al dat nieuwe materieel vraagt ook om nog meer nieuwe medewerkers. Alexander Hammer is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de personeelsaangelegenheden. Wij zijn altijd op zoek naar mensen. Wij zijn flink aan het uitbreiden, niet alleen op het gebied van technologie, maar eigenlijk ook qua omvang van de organisatie. En dat betekent dat we er een hoop nieuw materiaal bij krijgen. Dat betekent dat we ook chauffeurs nodig hebben, kraanmachinisten, maar ook planners, verkopers, noem maar op. We zijn volop in beweging en volop in de groei en dat zullen we de komende jaren zeker nog doen. Eigenlijk heel Nederland en dan spreken we over Heerhugowaard, Amsterdam, Vlaardingen, Terneuzen, Houten, Harderwijk. Wij maken geen onderscheid in leeftijd. Wat wij verwachten van mensen is dat ze vitaal zijn, dat ze gezond zijn en dat ze het werk op een goede manier kunnen uitvoeren. En dat houdt ook zeker in, bijvoorbeeld als je chauffeur bent, dat je regelmatig de bak op moet klimmen om netten te spannen. Als chauffeur vinden wij het fijn als je je C-rijbewijs hebt natuurlijk, want anders mag je de vrachtwagen niet besturen. Maar het liefst een CE-rijbewijs en de code 95 certificering die je nodig hebt om de vrachtwagen te mogen besturen. Bij ons is het ook niet alleen maar rijden, geen lange afstanden. Het zijn relatief korte ritten, veel klantcontact. En vandaar dat je ook eigenlijk representatief moet zijn voor de organisatie. Ons bedrijf is een redelijk vlakke organisatie. En het leuke daarvan is dat zelfs leden van de directie staan gewoon met hun voeten in de modder. Dat betekent eigenlijk dat van iedereen hetzelfde verwacht wordt, voor iedere laag van de organisatie. En dat betekent dat je goede inzet moet hebben, 100% er tegenaan wil, maar ook gewoon goede werknemersvaardigheden nodig hebt. En dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Dat betekent gewoon op tijd komen, klantvriendelijk zijn, collegiaal zijn, feedback durven geven, feedback kunnen ontvangen. En daar zoeken we eigenlijk naar. Wij geloven in langdurige inzetbaarheid. Mensen worden telkens ouder. Dat betekent ook dat we langer moeten doorwerken. En het is een samenspel die je met elkaar doet. Dus werkgever en werknemer. En dat begint bij kleine dingen zoals vers fruit op tafel voor iedereen. Maar ook een gezondheidscheck. Ook continu met elkaar in gesprek. Om te zorgen dat je vitaal blijft.
Wij zijn ook op zoek naar schoolverlaters. En mensen die het echt leuk vinden en er ook echt keihard aan werken, die kunnen ook doorgroeien in de organisatie. En denk dan bijvoorbeeld van mensen die hier binnenkomen als terreinmedewerker en op een gegeven moment doorgroeien naar chauffeur, naar kraanmachinist enzovoort. Je rijdt met toch wel redelijke combinaties door het centrum van grote steden. Dus je moet wel wat in je mars hebben. Je moet ook wel kwaliteit hebben en je moet ook wel durven. Wil je meer weten over de beschikbare vacatures op dit moment? Kijk dan ook op onze website. rtltransportwereld.nl